Goeiedag. Ik heb toch maar weer een foto met schaatsers opgezocht, want volgende week wordt het kouder en misschien dat in het binnenland in de vroege ochtenden op zo'n opgespoten ijsbaan wel een paar uurtjes geschaatst kan worden. Of het zo koud blijft in de rest van februari, dat gaan we bekijken in de nieuwe 30-daagse. Ja, achter mij de luchtdrukafwijking voor de periode 6 tot en met 13 februari. En wat zien we dan? Hoge drukinvloeden boven Europa. En vorige week was dat ook wel zichtbaar, maar dat het zo dominant zou worden, dat was nog niet helemaal duidelijk. En dit leidt ertoe dat we te maken gaan krijgen met een meer oostelijke stroming, oost-zuidoost. En dan komt de koudere lucht onze kant op en dat gaan we duidelijk merken. Dat grijze en bewolkte weer van de afgelopen tijd, dat gaan we in de loop van dit weekend kwijtraken. En volgende week krijgen we dan met een aantal koude nachten te maken. Op natuurijsschaatsen overigens, dat denk ik nog niet hoor, op open water. Want overdag loopt die temperatuur op tot ruim boven het vriespunt zoals het er nu naar uitziet. Maar dus wel even een week die kouder gaat verlopen dan gebruikelijk. Dit is de temperatuurafwijking voor diezelfde week. We zien Nederland dan hier met een afwijking van zo'n min 1 tot min 2 graden in onze omgeving. En dat heeft alles te maken met die koude nachten die mogelijk zijn. De maximumtemperatuur die kan over het algemeen nog wel oplopen naar zo'n 5 of 6 graden. Blijft die kou dan? Nou, dat is de vraag. Als we kijken naar kans op vorst- en ijsdagen, dan zien we allereerst dat de kans op ijsdagen ook volgende week nul is feitelijk. Want die temperatuur komt overdag gewoon boven het vriespunt. Maar de nachten zijn wel heel koud. De nachten van maandag op dinsdag enzovoort, ja, die zijn ronduit koud met lichte tot misschien wel lokaal matige vorst in het binnenland. Later in de periode zien we dat die kans op vorst ook weer gaat afnemen. Dat wordt ook in de kaarten wel duidelijk. Maar het wordt niet alleen koud, het wordt ook zonnig zoals het er nu naar uitziet. De zon die kan lekker schijnen en dat is best wel prettig na al die bewolkte dagen die we hebben gehad. Dit is de kans op zon voor volgende week. En dan zien we dat de schaduwgevende bewolking ook nihil is. En dat we eigenlijk een paar stralende dagen tegemoet gaan vanaf dinsdag zo'n beetje. En daarna wordt het wat meer half bewolkt, lijkt het zo. En dat komt omdat de stroming dan waarschijnlijk weer gaat veranderen. Ja, die luchtdrukafwijking, dat krachtige hoge drukgebied, dat is eigenlijk in de periode 20 tot 27 februari alweer verdwenen. Het is niet meer zo dominant. Het ligt ten zuiden van ons en we zien dat boven de oceaan de luchtdrukafwijking weer richting het laag gaat, om het maar zo te zeggen. En dit zou er toch toe leiden dat we meer een zuidwestelijke tot westelijke stroming gaan krijgen na volgende week. En dan is de kou natuurlijk ook weer verdwenen. Dat komt ook in de kaarten tot uiting, want in de week van 13 tot 20 februari voorziet het ECMWF toch wel iets warmer dan normaal weer. De kou in het westen van Europa en ook in het centrale deel van Europa lijkt dan weer verleden tijd. Kijken we ook nog even naar de afwijking voor 20 tot 27 februari. Het einde van de maand, ook dan nog steeds een afwijking, een lichte afwijking naar wat warmer weer dan gebruikelijk. En dat past ook wel bij een westcirculatie. Qua neerslag is er overigens niet veel te melden. Het is over het algemeen droger dan gebruikelijk de komende weken. Ik kijk ook nog even naar de weerregimes. Laat ik u wel vaker zien. En dan zien we heel duidelijk in het begin van die periode die invloed van hoge druk. En dan vanaf de tweede week, en dat is dan zo'n beetje vanaf 13 februari, 12, 13 februari, dan komt dat blauw er weer bij. En dat betekent dat de kans op een westcirculatie ook weer groter gaat worden. Maar we zien ook wel dat het 50-50 is. En we weten inmiddels ook wel dat zo'n 30-daagse verdachting, zeker op de langere termijn, niet altijd even betrouwbaar is. Dus misschien dat die hoge drukinvloeden toch nog wel dominant gaan worden. Dat is gewoon afwachten. Wat u eigenlijk feitelijk ziet met die weerregimes, dat is een soort pluimverwachting. 50 keer wordt het model gerund en er komen weersituaties uit. En dit is een kaartje wat ik u dan ook even wil laten zien. Ik hoop dat het duidelijk is, maar we zien hier verschillende clusters die mogelijk zijn. Dus we kunnen het weerpatroon van die 50 runs gaan indelen in clusters. En wat dan opvalt is dat voor de week 13 tot 20 februari, dus dat is die week na de koude periode, om het maar zo te noemen, er toch alweer heel duidelijk in de bovenlucht zo'n westcirculatie opkomt. Andere clusters laten feitelijk ook wel die westcirculatie zien, maar we zien hier wel wat meer hoge drukinvloed. En dat zien we bijvoorbeeld ook in dit cluster met 6 members. Hier hebben we te maken met 9 members die voor een dergelijk weerpatroon gaan. In de bovenlucht wil men toch ook wel terug naar die westcirculatie. Voor de duidelijkheid, Groot-Brittannië ligt hier, Nederland ligt hier. Het zijn allemaal wat kleine kaartjes. Misschien moeten we iets aan de vormgeving daarvan gaan doen. Maar ik wilde het toch eventjes laten zien dat die kou dus ook in de bovenlucht minder kans gaat krijgen, omdat
ja, het lijkt erop dat die westcirculatie gewoon weer goed op gang gaat komen. Nou, wat betekent dat voor de komende 30 dagen? We starten met een koude week volgende week, maar best aangenaam weer. Er is aanvankelijk veel hoge drukinvloed. En geleidelijk aan wordt die hoge drukinvloed wat minder. Maar al met al toch wel een vrij droge periode die gaat aanbreken. En na al dat natte en grijze weer is dat denk ik best aangenaam. Nog een fijne dag.